Dus de actualiteit hebben we enigszins geprobeerd pro te vermijden, want ja, dat is al snel verouderd. Bovendien zijn de, de economische vragen, de voor's en tegens van bepaalde oplossingen voor de crisis, die zijn genoegzaam bekend. De crisisoplossing zoals die op dit moment letterlijk speelt, is vooral een politieke discussie. Het um, zijn bijdragen van economen, dus met iets meer afstand zijn de bijdragen van een aantal vooraanstaande Nederlandse economen die een meer structurele blik, blik op de crisis werpen, dus weg van de Griekse of Italiaanse actualiteit, maar één stap terug doen en zeggen van welke kant moet het nu op, uh, economisch, en vandaar dus ook de titel, de economische toekomst van Nederland, straalt ook een beetje optimisme uit, dus het woord crisis zit niet in de titel, maar de crisis die we al sinds 2008 kennen is natuurlijk wel de aanleiding voor deze bundel. De eerste kant die het opmoet is dat hoe dan ook vanuit Nederland gezien... de sleutel tot de oplossing van de crisis en ook dus onze economische toekomst in Europa ligt. Dat klinkt afgezaagd, maar dat kan toch geen kwaad om dat eh, nogmaals te benadrukken. Dat blijkt uit bijna alle bijdragen in deze bundel waar dat heel expliciet aan de orde komt. Dus het gaat via de Europese band of het gaat niet. Eh, dat is, eh, en dat is natuurlijk ook precies wat we nu in de actualiteit ook zien. Maar er zijn ook hele goede economische argumenten voor. Eh, dat gaat niet vanzelf. Eh, dat betekent eh, dat er meer... Economische bevoegdheden, beleidsbevoegdheden naar het Europese niveau moeten. Uh, daar is geen ontkomen aan. Willen we uit de, uh, de eurocrisis komen, maar willen we ook meer fundamenteel uit de bankencrisis komen. Uh, het betekent, dat is één les, dus Europa is één sleutelwoord uh, waar, waar een deel van de oplossing ligt. Een andere lijn die in het bundel zit is dat traditioneel gescheiden beleidsterreinen, monetair beleid, de Europese Centrale Bank, vroeger de Nederlandse Bank, bewaken van de hardheid van de gulden, nu is het de hardheid van de euro. Aan de ene kant en het beleid van toezicht op de financiële sector, bijzonder het bankentoezicht. Van oudsher meer gescheiden terreinen. Sommige landen hebben zelfs daar twee instituten voor. In Nederland is dat dan verenigd in de Nederlandse Bank. Eén les is ook dat die beleidsterreinen veel meer op elkaar moeten worden afgestemd. Dus in het toezicht moet meer worden, rekening worden gehouden met macro-economische of monetaire implicaties. En omgekeerd, monetair beleid moet zich meer bewust zijn van de stabiliteit van de financiële sector. Dat is een heel moeilijk onderwerp, maar dat is wel een hele harde les van de, van de bankencrisis zoals we die sinds 2008 kennen. Dus dat is een tweede lijn. Dus je zou kunnen zeggen, macrobeleid en microbeleid op of, of financieel gebied, of we dat nou leuk vinden of niet, hoort meer bij elkaar dan we dachten. Uh, dus dat is les 2 naast Europa. Les 3 is denk ik uh, dat het beleid op de financiële sector zelf, dat pleit door je voor alleen meer toezicht, hoe goed ook, misschien niet volstaan. En dat er verdergaande ingrepen in de structuur van de financiële sector en het bankwezen nodig zijn. Niet zozeer dat er, dat er een blauwdruk uitrolt van hoe dat dan zou moeten zijn. Maar dat we er toch er niet aan ontkomen van wat nou wat van type banken we willen ondersteunen als overheid. Of wat een bank nou eigenlijk geacht wordt te doen. En welke type activiteiten een bank in, in zich dient te herbergen. Um, en dat de ontwikkeling, de wildgroei die daar een beetje in de financiële sector is geweest uh, in de aanloop naar de crisis... ...dat de oplossing om te zeggen, nou ja, we, ze blijven gewoon maar doen wat ze al deden... ...alleen we zien er beter op toe, dat dat wat naïeve gedachte is... ...en dat het dus ook structureel moet worden ingegrepen in de financiële sector. En dat is een hele moeilijke discussie, maar daar is denk ik onder economen veel uh, instemming voor. In ieder geval als je naar de bundel kijkt. Uh, en het woord structuur, dat is het derde woord, dus ik heb Europa, micro- macro-beleid... ...de financiële sector, uh, structureel uh, toezicht of structurele veranderingen... Uh, dat zien we, denk ik, ook in de rest van de economie. Een ander thema wat door de bundel heen schemert is dat we nu wel heel erg en terecht gefocust zijn op de financiële crisis. Maar dat er onderliggend, en uh, waarschijnlijk uiteindelijk veel fundamenteler als we over een paar jaar hopelijk uit deze crisis uh, zijn en die nu ons al, onze aandacht vergt is dat er structurele veranderingen in de wereldeconomie zijn die veel ver, verdergaande en langdurige consequenties hebben. De opkomst van China. Uh, ...het verschuiven van een deel van de productie naar andere landen in de wereld... ...de, uh, de, domine, de zeg maar, vanzelfsprekende dominantie van de VS en West-Europa economisch gezien... ...dat die toch echt aan het eroderen is wat dat betekent. Wat er ook de lessen voor Nederland uit zijn, bijvoorbeeld voor onze productiviteitsgroei. Dat dat uiteindelijk uh, als de stof wat is opgetrokken van de financiële crisis... ...dat we dan toch vooral met die vragen geconfronteerd zijn en weer terug zijn... ...bij wat dat betekent op het moment dat je bevolking vergrijst. De dingen die nu allemaal een beetje even vergeten zijn omdat al onze aandacht nu naar de euro ongeveer uitgaat en naar de banken. Uh, dat dat ook een belangrijke, dat dat misschien een veel grotere structurele uitdaging is dan, uh, dan nog de bankencrisis en de financiële crisis waar we nu mee te maken hebben.